Wist je toen dat je dus eigenlijk een mantelzorger was? Nee, op dat moment wist ik dat niet. Nee, en hoe is dat toen verlopen? Want zijn ziekte, dat progressie, hè? Want hij had Parkinson, hè? Ja. Na afloop toen mijn vader overleden was, merkte ik dat ik heel erg boos was. Ja, gewoon dat je verdriet hebt over dat alles je is afgenomen. Je deed het inderdaad met liefde, maar tegelijkertijd heb je gewoon verdriet en ben je boos dat het je overkomen was. En wat was jij precies voor je vader? Ja, mantelzorger. Ik deed alles. Ik las zijn brieven, daar begon het al mee heel vroeg. Ik nam hem mee naar het ziekenhuis. Ik zorgde ervoor dat de zorg kwam. Ik verzorgde hem zelf. Dus ja. Dus jij werkte in een leidinggevende functie en daarnaast verzorgde je ook nog eens je vader? Ja. Wat deed dat met jou? Op een gegeven moment raakte ik van burn-out. En ik had nog steeds niet door dat ik mantelzorger was. Ik ben zelf mantelzorger geweest in het verleden. Ik had er vroeger geen label op. Maar ik kwam er eigenlijk later pas achter toen ik een burn-out had en therapie kreeg. Dat de psycholoog tegen me zei van dat ik 2 keer mantelzorger ben geweest. Twee keer mantelzorgers dan? 1 keer voor mijn vader, 2 jaar lang. En later voor mijn broer toen ik 19 was. Je bent zo geïsoleerd. Het is net alsof je uit een raam naar buiten kijkt en je ziet je vrienden allemaal leuke dingen doen, maar jij kan niet mee, je mag niet mee. Joshua en ik zijn best wel goede vrienden en dit is niet per se vaak gebeurd, dus het is ook niet echt per se iets om je zorgen over te maken, maar hij draait wel bij. En daarbij, ik had een goede reden, ik moest gewoon met mijn moeder zijn en dat gaat voor, toch? Dus dat moet hij begrijpen. Als ik bijvoorbeeld ergens werd uitgenodigd om te komen eten, dan moest ik dat organiseren, zodat er iemand bij mijn vader kon zijn en dat ik weer op dat moment ergens naartoe kon gaan om me te ontspannen of met vrienden iets te doen. Dus het was altijd een geregel. Omdat ik zelf nog niet realiseerde dat ik mantelzorger was, ik had heel veel verdriet en ik huilde heel veel, maar ik wist niet, ik nam die hulp niet aan. Ik vond het op een of andere manier, sprak het me niet aan omdat ik zo jong was. We waren een voorbeeldfamilie. Mijn moeder ging naar werk en wij naar school, maar toen werd mijn broertje ziek. Zo ziek dat hij niet voor zichzelf kon zorgen. Dus doen wij het. En ja, dat werkt niet altijd, want soms is het moeilijk. Ik kan bijvoorbeeld niet met vrienden chillen. Ik heb nooit huiswerk af en heb buitenschool geen sociaal leven. Combineren van mijn leven, dat was dus er gewoon niet. Want de focus lag niet op mijzelf. De focus lag op een ander. Het is ook echt het ding dat bijvoorbeeld jonge mantelzorgers niet snel naar voren komen met dit soort dingen. Wat ook een gevaar is bij hunzelf, mentaal en fysiek. En wat eigenlijk voor mijn gevoel wat meer aandacht aan besteed moet worden. En dat vooral. Ik, alleen met mama en nog 4 jongere broertjes. Het voelde alsof ik geen sociaal leven meer had. Want er zullen misschien ook hier mensen in de zaal zitten die er ook doorheen zitten. En die misschien mantelzorg verlenen terwijl ze dat helemaal niet weten. Wat kan jij ze meegeven vanuit jouw ervaring? Nou ja, één wat ik zelf niet had gedaan is dus naar dit soort bijeenkomsten gaan. Markant organiseerde ze ook, maar ik ging er niet naartoe. Maar daar vind je dus lotgenoten. En kun je je uiten en mensen weten precies waar je doorheen gaat. Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk om naar dit soort bijeenkomsten te gaan, zodat je je hart kan luchten en dat je voelt dat er begrip is. Voor mantelzorg worden er filmpjes gemaakt. Alleen het is ook belangrijk om te weten waar je die mantelzorgers kan vinden. Ik bedoel, in mijn tijd,
ik had nooit een filmpje gezien. Dus het moet veel zichtbaarder worden. En hoe bereik je die doelgroep? En ik denk toch dat je ze het beste kan bereiken door echt actief naar die scholen te gaan en voorlichting te geven. Jongeren die mantelzorgers zijn, ga naar dit soort bijeenkomsten. Deel je verdriet. Lucht je hart.